nee, dit zou doen. Het focus op helemaal overstijgen. In de huidige steeds complexer wordende tijd is het ook belangrijk om tijd te nemen voor die dingen die niet per se urgent zijn, maar wel belangrijk. Waar gaat dit nou over? Een beetje scholing van de geest, hè? Ontdekkingsreiziger in je eigen zijn. Dat is niet simpel. Ontwikkeling is van ouw. Meestal is de eerste stap van ontwikkeling verwarring. Help, wat gebeurt me nu? Er staat mij hier iets te doen. Als je in een ingewikkelde situatie zit, het is een kluwe en een warboel en je denkt, ja, op het moment dat je vanuit die situatie al een vraag kunt formuleren, dan heb je vanaf dat moment meteen eigenlijk een soort stuur in handen. Je weet nog geen oplossing, maar als je al een vraag hebt, dan heb je weer regie. Dus een vraag geeft je perspectief. Een vraag bepaalt richting. Dus ook het zoeken naar wat is hier nou de vraag? Of welke kwestie wil hier nou bekeken worden? Vraagt om onderzoek. Ja, en vraagt om onderzoek. Dat is helpend in bijna elke complexe situatie. Bijna elke situatie. Kan ook heel dagelijks zijn. Alle dingen die wij doen, alle methodes waarmee wij werken, zijn eigenlijk allemaal geduldig gereedschap. Het kost tijd, het duurt lang, het is vaak lastig, maar je vertraagt om uiteindelijk te kunnen versnellen.